Inge Hansen en Harry Leerveld. Stromingen van de jaren 20-30, ook wel het interbellum genoemd, hadden magische realisten de overhand. Het werk van hen is gedetailleerd, fotografisch, met vaak denkbeeldige, onwaarschijnlijke onderwerpen. Na de Tweede Wereldoorlog raakte de figuratieve kunst steeds meer ondergewaardeerd. Het werd door velen afgedaan als te traditioneel. Toch waren er wel realisten. De eerste generatie figuratieven na 1945 werden vrijwel allemaal opgeleid aan de Rijksacademie te Amsterdam. Jaren 50 geboren zijn Ben Ricken, Romee Kanes, Robin Darcy, Jim Kok, Henk Renting, Rob Mulman en Maarten Welbergen. Vanaf de jaren 50 richten kunstenaars vanuit het modernistische streven naar vernieuwing. Hun blik richten zij alleen nog maar vooruit. Er kwam een experimentele groep in Nederland die zich de Cobra noemde. Leden ervan kwamen uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Er begonnen in Amsterdam zelfs groepen te ontstaan tegen deze Cobra-groep. De realisten genoemd. En ook in Den Haag vestigden deze realisten zich. De jaren 60, geboren Adriana van Soest. Door de pop-art in de Verenigde Staten keerde in de westerse wereld het realisme weer terug. Vanaf 1960 organiseerde het Drentsch Museum in Assen ten stoon tentoonstellingen voor hen. Arne Sanders en Matthijs Beuling, twee noordelijke realisten, werden daar als eerste onder de aandacht gebracht. In Groningen. Deze verhief zich tot wat nu nog steeds Academie Minerva is. Mensen wilden weer iets herkenbaars zien. En dat merkte je. Er ontstond ook de nieuwe figuratie die zich begon in te zetten voor het schildersambacht. En niet alleen dat, ook galerieën, zoals Galerie Mogen en Galerie Lieve Hemel, die een leegte vulden voor de figuratieve schilderkunst. De leegte die ontstaan was door het verzamelbeleid van de Nederlandse musea voor de non-figuratieve kunst. Jaren 70 geboren zijn Renze Tansen en Marjolein Kruid. In de jaren 70 was er dus weer over voor figuratieve kunst. Veel kunstenaars volgden hun opleiding voortaan aan Academie Minerva. Samen met de Gerrit Rietveld zorgden deze twee academies voor een levendige bloei in Nederland tot aan de jaren 80. Docenten van de jaren 70 van de Rietveld, onder andere Wout Muller en Herman Gordijn, gingen lesgeven bij Academie Minerva. Zo sloten zij zich aan bij de noordelijke realisten. Deze term wordt gebruikt als noemer voor een groot aantal beeldende kunstenaars. Deze opleving en enthousiasme werkte door. Banken begonnen met het verzamelen van hedendaagse schilders, zoals bijvoorbeeld de ING Bank. Musea in Nederland begonnen steeds meer geïnteresseerd te worden voor het organiseren van tentoonstellingen van realisten. Het Abbe Museum en bijvoorbeeld het Boijmans van Beuningen. Maar net toen de meesten van onze opleiding wilden gaan volgen, stortte het totale ambacht als een kaartenhuis in elkaar. De magere jaren 80 waren aangebroken. Op de academie was geen realisme meer te bekennen. Zelfs de
instellingen gaan, zoals ik bijvoorbeeld zelf heb gedaan. Zoals Skim, onder leiding van Tjalt en Drie de Vries. Of Daka, onder leiding van de Bego's en Henk Renting. Deze instellingen gingen in op de vraag naar realisme. Mensen wilden deze vorm van kunst blijven maken. Belangstellenden voor het realisme hebben meer dan 10 jaar kunst toegediend gekregen vanuit de academische gezin. Het moest vanuit het innerlijk komen. Zonder titel, zal ik maar zeggen. Dan weet u vast wel wat ik daarmee bedoel. Onze generatie kunstenaars had het soms zwaar te verduren. Maar de volhardenden bleven in zichzelf geloven. En niet zonder resultaat. Omdat het publiek altijd geïnteresseerd is gebleven in herkenbare kunst, begon er in de jaren 90 een kentering te komen. Het mag weer, las ik in alle kunstkranten. En ik wist wat er weer mocht. En jawel, vanaf deze jaren 90 begon het realisme met zijn werkelijke intrede. Groepen kunstenaars stonden tegelijk op, onder andere deze groep in de Oude Ursula. De Buitenplaats, het Drents Museum, het voormalige Scheringa en het Museum Lomo begonnen zich hard te maken voor ons. En nieuwe galerieën schoten als paddenstoelen uit de grond. Doordat figuratieve kunst in de jaren 80 op Minerva was weggevallen, hebben oude leerlingen de klassieke school in 2005 opgericht en doseren daar onze jeugd. Het doel van de opleiding is het overdragen van de vaardigheden van de klassieke schilder- en beeldhouwkunst op nieuwe generaties. Door hernieuwde aandacht en waardering voor figuratieve kunst sinds de jaren 90 komt er naar voren dat de hele 20e eeuw deze vorm van kunst wel eens naar achteren is geschoven, maar nooit echt is weggeweest. Wij exposanten staan in geschiedenis. Het realisme in de kunstgeschiedenis van de 21e eeuw. En daar bent u vandaag allemaal getuige van. Dank u wel. Ha 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 ha.